De staat zal niet inkomen met miljoenen om de Surinaamse luchtvaartmaatschappij draaiende te houden. Het bedrijf moet zijn eigen boontjes doppen. Dit zegt financiënminister Armand Agaiwersing. Is er inmiddels wat geld overgemaakt naar de SLM om de bedrijfsvoering te continueren? Nee hoor, SLM moet zijn broek zelf ophouden. Agaiwersing zegt dat bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid moeten kennen. Hij wil voorlopig geen uitspraken doen over de tegemoetkoming die de president heeft beloofd aan de ambtenaren, omdat hij zaterdag een meeting heeft met de vakbonden. Ik ga daar nu niet op in, omdat ik het niet elegant zou vinden naar de vakbonden toe om met hen via de pers in overweg te treden. Wij hebben, zoals de heer Armand Sunder dat ook heeft aangekondigd, zaterdag weer een ontmoeting om concreet over de voorstellen te praten. Dan zullen we bekendmaken waar we staan. De minister zegt dat de regering in het weekend alle informatie zal verschaffen over de tegemoetkomingen. De versnelde inning van belasting en de andere bezuinigingsmaatregelen hebben bijgedragen tot de verhoogde staatsinkomsten waarmee de ambtenaren tegemoetgekomen zullen worden.